Dames en heren. Niet iedereen past hier binnen bij Connect. Ik kan daar de gang op kijken en ik wil als eerste u natuurlijk hier allemaal erg hartelijk welkom heten op deze lunchbijeenkomst van Connect. Als allereerste als speciale gast de voorzitter van onze raad van advies, de heer Wim Dik, die hier aanwezig is, en een aantal bestuursleden van Connect. Maar natuurlijk, misschien wel het belangrijkste die hier aanwezig zijn, de leden van Connect. Als u nog wil weten wie de leden zijn, bij de uitgang is een flyer. En daar kunt u precies zien wie er lid zijn. We hebben wat dat betreft dit jaar al 11 nieuwe leden erbij. Ik wil ze niet allemaal bij naam noemen, maar ik ben heel blij met partijen als bijvoorbeeld Thales en Connection. Die zijn toegetreden. En we hebben ook vanuit de publieke sector een heel nieuw lid erbij, namelijk ABN AMRO. En daar zijn we ook. En ik heb afgesproken dat ik deze grap mocht maken. En waarom is dat toch van belang, leden? Dat is natuurlijk van belang omdat Connect bewust heeft gekozen voor een rol waarin wij niet met subsidies werken. De leden financieren alles wat hier gebeurt. En daarmee wil ik ook de laatste groep aanwezigen welkom heten, namelijk de niet-leden of in onze ogen de prospects. En heeft u een goed gevoel bij wat hier vandaag gebeurt, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen. Het is vandaag 200 jaar geleden dat Charles Darwin is geboren, de grondlegger van het Darwinisme, bekend uiteraard om zijn uitspraak over de survival van de fittest. Nou, dat komt later nog in de presentaties terug, maar hij heeft misschien een nog wel veel belangrijkere uitspraak gedaan. En dat is namelijk dat het leven blijkbaar iets in zich heeft om uit schijnbaar allemaal ongerichte acties toch betekenis en richting te weten geven. En dat is wel iets waar Connect zich bij toe voelt aangesproken. En dat is ook heel graag de rol die wij in dit netwerk zouden willen vervullen. En er valt nogal wat te doen. Misschien hebben een aantal van u kennis gemaakt met dit boek, De Econoshock. Het is geschreven door een Belgische econoom, Geert Noels. En hij heeft het over de grote schokken die op dit moment plaatsvinden in de wereld. En dan moet u denken aan de verandering in de demografie. Na 4 eeuwen gaat de economische macht weer terugverschuiven naar het oosten. De impact van de informatie- en communicatietechnologie. Het feit dat fossiele brandstoffen als goedkope energiedrager tot een einde komen. Een terugkeer naar het ouderwetse kapitalisme. En een toenemend belang van de groene economie. En dit zijn heel wat uitdagingen. En als je dat vertaalt naar wat betekent dat voor kansen voor een project als bijvoorbeeld Anders Betalen voor Mobiliteit, dan is dat bij uitstek een project wat in staat is om in te gaan spelen op deze veranderingen. Het kernwoord wat daarin nodig is, is denk ik vertrouwen. Vertrouwen niet alleen tussen overheid en uiteindelijk de opdrachtnemers die het systeem gaan bouwen, maar ook vertrouwen tussen overheid en de maatschappelijke organisaties. En uiteindelijk vertrouwen tussen overheid en burgers. En vertrouwen, dat is natuurlijk ook het woord waar Connect zich heel erg lekker bij voelt. En juist ook door uw aanwezigheid en door het lidmaatschap legitimeert u ook de rol die Connect kan vervullen om dat vertrouwen mede te helpen te ontwikkelen. Genoeg over Connect, denk ik. Het gaat vandaag behalve de lunch om twee sprekers. We hadden u aangekondigd Frans van der Poelen, de directeur van AGES. Hij moest vandaag met spoed naar zijn aandeelhouders toe. En dat kan natuurlijk ook gebeuren in deze tijden. Hij komt echter op het ledendiner van Connect, wat op 10 maart plaatsvindt, gaat hij revanche nemen. En dan komt hij alsnog. Maar we hebben in zijn plaats, en daar ben ik heel blij mee, ook van AGES, Wouter van Haafden. En ik geef zo graag het woord, Wouter. Ja.